Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex. De enige echte natuurlijk. Nou, we zijn even in Sterrenkwartier. Daar wou ik toch nog even een video maken. Nou ja, elke keer heb ik geen tijd. Nou, ik heb nou gewoon eens een keertje tijd gemaakt. En dit is de ravage. Eén groot stuk niks rond. Helemaal kaal. Nou, daar zijn ze. Verderop zijn ze al wel weer aan het bouwen. Dat wel. Ik heb daar mijn auto neergezet. Hier ook. Waar ik mijn auto neergezet. En ja. Ze zijn zelfs al met de kabels bezig, joh. Er staan zelfs kabels staan er de lucht in. Dus ja. Ze zijn flink bezig. In ieder geval de dingen vanaf de grond zijn ze alweer aan het opbouwen. Ja, het is. Nou, dit was vroeger een werkje, dit. Nou, dat is nou een heel stuk korter wel wat het is. Deze flat die zal spoedig volgen. Die gaat ook nog een keer plat. En of dat die flat plat gaat, dat weet ik niet. Volgens mij wel. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, ik dacht het wel. Maar goed, in ieder geval, ja, het is een heel stuk niemandsland is het. Ze hebben aardig. Ja, het is al een hele tijd geleden dat ik hier geweest ben. En in die tijd dat ik niet geweest ben, dat was ongeveer in december, denk ik ongeveer, dat het was. Ja, december. Volgens mij met mijn verjaardag. Rond mijn verjaardag. hebben ze dus alles geëgaliseerd. en hebben ze hier ook alvast weer een beginnetje gemaakt aan. Ja, aan de fundering. Of ja, wat er in ieder geval nog van over is. Wat er in ieder geval alvast omhoog staat. Nou, daar zie ik allemaal kabels, zie je daar zo. Dus ja. Het is een aardig stukje, is het. Maar ja, als dit dadelijk weer helemaal volgebouwd is, dan weet je niet beter. En dan is het net of dat er niks gebeurd is, of dat. De huizen er alweer jaren staan, maar ja, het is voorlopig nog één kale vlakte is het hier ook. Dus ja, nou, verder kan je niet lopen zie ik, dus ja, ik kan alleen van deze kant kan ik even een videootje maken. Dus het zal een hele korte video worden in ieder geval. Maar ja, het is aardig kort is het. Hier nog parkeerplaatsen, wat ooit parkeerplaatsen waren. Verboden toegangsbordjes zag ik. Oh, hier ook. Nou, we gaan er niet in. We gaan alleen even filmen. Ja, als je echt iemand wil hebben die echt in sloophanden binnen gaat, dan moet je naar Relax. Wat was het? De Relax 1980 of weet ik veel hoe het ook alweer was. Ik zal het er wel onder zetten in de beschrijving. Ja, die doet meer als ik. Ik doe eigenlijk alleen vanaf de buitenkant filmen. Ik ben niet zo'n waaghals ben ik, maar het is echt een aardig stukje hoor, hè, jongens. Nou, en waar hier de lange flat gestaan heb, die is ook inmiddels helemaal verdwenen. Dus ja, ik heb nog een andere locatie, daar ga ik zo ook nog even heen. Daar wil ik ook nog even een filmpje opnemen. Dus ja, mooier dan dit gaat het niet worden vandaag, jongens. Oh, het is een aardige kale vlakte. Nou ja, eindelijk weer eens een keer een buitenvlog, want dat is echt lang geleden. Nou, deze flat weet ik niet, ik denk het wel. Die flat gaat in ieder geval sowieso, daar woont een kennis van mij. En ja, die moet er ook uit. Die huis wordt gesloopt. Er blijft, gaat hetzelfde lot ondergaan als dingen. Ik denk dat deze ook wel weggaat, want ja, dan heb je. Allemaal nieuw bouw en dan heb je alleen deze flat. En dan wel, deze flat wel heel erg mooi. Ja, deze flat is wel heel erg mooi toen gerenoveerd hoor. Dus het is best wel mooi is het. Nou, eens even kijken of dat we even een klein stukje verderop nog even een stukje kunnen filmen. Maar ik vond het wel even leuk om toch eventjes dit even te filmen. Ik was al een hele tijd niet meer geweest. Allemaal omstandigheden en de grootste omstandigheid wat ik had was eigenlijk geen zin. Ik had gewoon echt geen zin meer om te vloggen.
ben er echt een beetje helemaal klaar mee. Zulke dingen, ja, ik weet het niet meer. Ik heb er niet zoveel zin meer in. Dus, ja. Als het een lekker rustig plekje is, of de Efteling, dat vind ik wel leuk. Maar om deze vlog te maken, ja. Ik heb er niet zoveel zin meer in. Ik heb er niet zoveel kracht meer voor. We gaan nog even een stukje zo lopen, eventjes. Want ik wil nog even kijken. Daar hebben ze ook alweer een stukje gebouwd, daar zo. Dus daar wil ik ook wel eens eventjes filmen. Ja. Het is echt... Het is een behoorlijk stukje. Ja, verderop hebben ze al wel weer huizen gebouwd. En ze zijn daar, zijn ze volop bezig met ook huizen bouwen en zo. Dus ja, ik vind het wel leuk eventjes. Even filmpje maken. Lang geleden, echt lang geleden, dat ik een buitenvlog heb opgenomen. Ja, met de Tilburgse kermis en... De Efteling natuurlijk onder voorbouwd. Maar gewoon een vlog alleen in mijn uppie. Ja, dat is lang geleden. Kijk, hier hangt ook weer een of andere kabel steekt eruit. Daar staat een graafmachinetje. Daar staan ook allemaal onderdelen, materialen allemaal. Daar staat nog ook zo'n een of andere graafmachine. Hier een soort, lijkt wel een soort kleine mini-heipaal wat er staat. En de betonmix. Die staat ook overeind. Dus ja, het is wat, hè jongens, het is wat. Nou, we lopen zo langzamerhand lopen we rechtdoor. En dan komen we bij winkelcentrum Sterrenhof uit. Daar gaan we niet naartoe lopen, want dat is niet zo heel erg relevant. Oh, wacht eens eventjes. Wel de andere kant van de straat is relevant, want daar zijn ze ook aan het bouwen. Nou, de volgende vlog, kan ik alvast verklappen, is ook een buitenvlog. En dat is een opmerkelijke. Want het is een locatie waar we echt heel vaak geweest zijn. En dat is er ineens niet meer. Dus dat ga ik, gaan jullie zien in de volgende vlog. Kan ik alvast een beetje spoileren. Maar ja. Nou, hier zijn ze dus al begonnen. Al. Hier staat al de beneden huizen. Staan al de funderingen al omhoog. Ja, leuk. Rampartijen, deurpartijen, weet ik voor allemaal voor partijen allemaal, maar het is in ieder geval ja, allemaal geleverd. Voor binnenkort weer ja, ramen erin te zetten, deuren erin te zetten. Oh, ik zie verderop dat er al een beetje ramen erin zitten. Dus ja, moet allemaal gebeuren, hè. Moet allemaal gebeuren. Kijk, en wat is dat dan? Ik dacht dat ik daar ook nog wat zag, maar ja, kijk, hier staat al aardig wat overeind al. Hier staat al aardig overeind. Oh, daar verderop is het, kijk. Daar hebben ze ook wel huizen gebouwd. Dus ja, dat wordt ook een straatje, jongens. Dan hier een hele grote, ja, tijdelijke kantoren. En hier allemaal containers allemaal. Dus ja, dat is allemaal nodig. Voor de bouw van het vernieuwde Sterrenkwartier. Nou, daar staan allemaal tekens op. Nou, mensen in de bouw zullen ongetwijfeld wel weten wat dat betekent, wat er daar op de muur staat. Maar goed, in ieder geval, ja, het ziet er mooi uit allemaal. Het gaan weer mooie huizen worden. Voor mij zouden het dezelfde huizen worden als daar verderop. Dus ja, we gaan binnenkort wel weer eens een keer kijken als we weer wat verder zijn. ABB Bouwkracht, ABB Bouwgroep, verboden toegang. Ja, dat moet veiligheidsschoenen en helm op en ja, dat geloof ik allemaal wel. Dat gaan we toen niet doen, want ik ga er toen niet in. Voor mij is het, ja, ik vind het gewoon leuk om zo te filmen. Ja, volgens mij was het Relax 1980 of zo. Een jongen uit, of een man uit. De buurt van Alkmaar, die maakt echt heel veel sloopfilms. Daar kijk ik tegenwoordig heel vaak kijk ik daarna. Nou, daar ook allemaal bouwmaterialen allemaal. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de bouw van het Sterrenkwartier, jongens. Het Sterrenkwartier. Nou, dan gaan wij weer teruglopen naar de auto. En dan ga ik even naar de tweede locatie. Want ik wou eigenlijk nog een, ik had eigenlijk nog een locatietje. Wat ik al zei, daar wil ik even naartoe. En dan wil ik even filmen, want...
Ja, dat is echt een locatie waar we echt al jaren en jaren komen. En ja, dat is er niet meer. Ik reed er van de week langs en ik zag tot mijn stomme verbaasheid zag ik dat dat weg was. En waar dat is en wat het is, dat ga ik jullie allemaal nog een keertje laten zien in de volgende vlog. Ik ga dan bij deze, ga ik hem even afsluiten met op de achtergrond weer de betonmolen. En dan spreek ik jullie allemaal weer bij een volgende vlog hier op mijn kanaal. Jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, like deze vlog. Doe deze vlog eventjes belonen met een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En als je abonneert, vergeet het belletje niet voor de notificatie. Dus ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog. En groeten hier ook vanuit het Sterrenkwartier. Bye bye. Hoi.